Nee. Sorry. Fuck you. Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is momenteel 9 uur en ik ben al gaan ontbijten. Ik dacht, waarom moet ik mijn vlogcamera meenemen naar het ontbijt? Het interesseert jullie geen orgel dat ik aan het eten ben, want jullie eten natuurlijk ook gewoon elke dag. Dames en heren, ik zit momenteel op het toilet, waar jullie eigenlijk ook geen orgel boeit. Maar ik zeg het gewoon omdat ik hier comfortabel zit. Ik ga zo meteen snowboarden. GoPro is opgeladen. Ik heb een statiefje op mijn helm. Het gaat een fucking vette dag worden. Dames en heren, dag 3. Snowboard, vlogs, Oostenrijk. Zeker duimpje omhoog. Let's go. Oh, ik ben weer helemaal naar de kloten. Ik ben moe. Maar ik heb, vanaf dat ik op de piste sta, heb ik gewoon weer zin om te beginnen snowboarden. Ik ben net wel heel dom geweest. Ik was iets te laat vertrokken en ik heb mijn bus gemist naar het ski ding. Dus nu moet ik gewoon weer wachten tot de volgende bus. Wat echt pittig kut is, maar oké. Vandaag hebben we upgrade, de GoPro staat ook op mijn helm, dus we kunnen nog ziekere shots nemen. En veel meer shots dan gisteren. Ik heb er zin in. Ik ga jullie niet langer laten wachten. Maar voor de rest slaan deze vlogs toch helemaal nergens op. Alleen de backfest van de dag is nog belangrijk. Deze backfest is amazing. Heel groot, op het strand. Deze backfest is waarschijnlijk super gelukkig. Shoutout naar de makers ervan. Super awesome. Dames en heren, let's go snowboarding. Dames en heren, gisteren was het super mooi weer, maar vandaag is het veel beter. Vandaag is het echt prachtig weer. Het is super warm. Er ligt verse sneeuw. Het is sick. Een van de mooiste dagen dat kan zijn. We zitten boven de wolken, dus het is gewoon super warm. Dat is een super leuke dag geworden. Oh boys. Check die wolken. Holy shit. Oké, okay, dat is wel nice. Dat is iets die je moet gezien hebben. Mijn ogen branden wel super hard, want de zon is echt fel. Maar oké, okay, we gaan er een leuke dag van maken. Let's go! And we told them again. Don't fall. We zitten weer op de stoeltjeslift. Hallo! En geloof het of niet, maar mijn GoPro is gewoon van mijn helm gebroken. Ik weet niet hoe het kan. Die sticker kleeft er niet goed op. Nu staat hij opnieuw op een stok. Het weer is super nice. De sneeuw is episch. Het is vandaag echt gewoon de perfecte snowboarddag. De zon schijnt in mijn ogen. Ik voel me gewoon een blinde mol. Maar oké, I'm still alive. We zitten op een stoeltjeslift en de stoeltjes zijn verwarmd. Dus het is wel lekker warm aan mijn aars. En zometeen gaan we gewoon weer lekker boarden en een goede cheeseburger eten. Dus dames en heren, vergeet niet te liken als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie graag, vergeet dat nooit. Ja, joe. Er is weer een gigantische rij en ik moest vloggen van deze dude, dus ik ga gewoon even vloggen. Er is een gigantische rij, er is superveel volk, echt veel meer volk dan gisteren. Het is gek, het is gewoon echt vol. Overal waar je staat is de kans te groot dat je gewoon op iemand skiet of snowboard en dan val je en dan zijn ze allemaal fucking kwaad. Maar oké, ik leef nog niks gebroken deze week, is allemaal oké. Dit was ook de stoeltjeslift waarop ik vast zat gisteren, dus fuck deze stoeltjeslift, fuck you. En nu ga ik verder snowboarden. 20 euro. Goed gedaan, jongen. Hier. Ja. 10 euro. Oké, bedankt. Let's go. Ik lach nu, maar ik voel me eigenlijk echt wel kut. Ik sta hier al redelijk lang gewoon te wachten op iemand, omdat die achter mij kwam.
Maar die komt niet. Die was achter mij en nu is die ineens weg. Ik snap het zelf niet zo goed. Er was een speciale manier om terug te komen naar het stadje via een heel kut skipad. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik kan hier nog een hele avond wachten en doodvriezen. Maar als... Ja, het is zo moeilijk om te communiceren met iemand waarvan je geen telefoonnummer hebt. Het leven is kut. Aan het einde van de piste is daar. Want als jullie goed kijken, kunnen jullie het meer zien. Dus ik moet misschien nog 1 seconde snowboarden. Dan ben ik er. Maar ik zie niemand. De hele die piste hier is leeg. Help me. Laat tips achter in de comments. Ik heb zelf mijn snowboard en zo afgedaan, gewoon om te wachten. Maar er komt gewoon letterlijk niemand. Dit is grootste kutzooi die er is. Fucking kak. Oké, het is allemaal gefixt. We moeten elkaar gemist hebben, want hij was ook al beneden aan het wachten op mij. Dus ja, leven is door, leven is goed. Ik hoop dat alles chill is. Want er is iets wat ik gezien heb, eigenlijk ook wel fucking random is, maar wel cool. Smoor en Mark zijn gewoon ook in Zeelandzee. Dus die zijn hier ook, ik heb ze net gezien. Ik heb even gepraat met hen. Was fucking random. Ja, toevallig. Heel toevallig. Dus ik sta hier nu bij een random parking. Hallo auto, alles goed. En ik ga nu terug naar het hotel, want het is al 5 uur of zo. Ik weet echt nog niet wat ik ga doen deze avond. Ik zal een video gaan editen. En misschien dat ik een beetje ga chillen in de avond. Dames en heren, ik ben blij dat alles is opgelost. Ja. En zo ben ik ook alweer in het hotel. Ik heb een slaapje gedaan, want ik was echt moe. En ja, nu ga ik douchen en dan gaan we eten. En godverdomme! Stomme Oostenrijkse radio, hou gewoon je bek. Niemand is geïnteresseerd in Oostenrijkse fucking Duitse slagermuziek. Dus nu ga ik gewoon lekker douchen. Ik heb zin. Mijn rug doet pijn, ik ben helemaal stijf in mijn rug. Ik heb een massage nodig als hij me wil masseren. Type gewoon. Wat ben je allemaal aan het roepen? Je kunt ook in stijl zijn, hè? Ik probeer hier wel een video op te nemen. Hè? Aan die meisje van die jongens. Dat... Ja, maar ik wil gewoon een video opnemen. Dus ik ga douchen, want mijn rug doet pijn. Dames en heren, ja, laten we in de douche stappen. En ik neem jullie mee in de douche. Wow, we zitten gewoon in de douche. Ik ben bruin aan het worden. Oh, ben je. Ze hebben me verplicht om een hemd aan te doen. Het is een zwart hemd. Ik zie eruit als een ober. Dus we gaan nu eten. Ik weet niet waarom ik een hemd aan heb. Mijn mama heeft zelf geen kleed aan of zo. Ik sta hier in een hemd. Mijn mama heeft de pyjama aan of zo. Wat heb je aan? Een jeansbroek met een pullovertje. Pyjama dus. Dames en heren, we gaan eten. Ik heb er veel zin in mijn hemd. Ik voel me totaal niet strak. Ik kan bijna niet meer ademen. Dus dames en heren, we gaan eten. Ik heb er zin in. Outfit of the day. Let's go. Er ligt serieus gewoon een bal in mijn soep. Ik weet niet waarom. Hebben jullie ook een bal? Toon een keer je bal aan de kijkers. Wow. Die is net. My mom has the balls. Nice balls. Nice balls. Dus we zitten hier met de soep, met de bal. En ja, het is wel lekkere soep, maar die bal is er weer gewoon te veel aan. Dus dames en heren, ja, ik ga eten. Mijn mama heeft weer een of andere ziekte. Slap aan. Oké, het was super. Laat me los. Slaperen. Dus ik ben helemaal stijf. Ik weet niet hoe het komt. Maar mijn mama zegt dat ik moet stretchen. Dus hier komen er een paar stretch oefeningen. Let's go. Shit. What the fuck? Shit. Nee. Kutzooi. Fuck you. Ja, merci, fuck you. Ik dacht dat het wel leuk ging zijn als ik de vlog gewoon eindig zoals ik het gestart ben. Op het toilet natuurlijk. Ik ben niet aan het kakken hoor. Ik heb mijn onderbroek nog aan. En ja, we gaan de vlog hier gewoon bij beëindigen. Want het was een super leuke dag. En morgen is het carnaval. Dus morgen doe ik dit mooie pakje aan. En ga ik hier in snowboarden. Dus ja, stay tuned for that. En hierbij zou ik dan de vlog willen afsluiten. Vond jij het nu een leuke derde vlog? Doe dat zeker een duimpje omhoog als je het awesome vindt. En ik dagelijks vlog. Het is iets heel nieuw voor mij, maar ik vind het super awesome. Dus ik ben Acid. En ik zou zeggen, adios. Bitches. Dikke, vette, peace. Oké, sorry. Hello.